Roel Liefde heeft wel een heel bijzondere prestatie neergezet. De verdediger van Oranje is de oudste speler ooit die op een WK beachsoccer uitkwam. Het gaat de geschiedenisboeken in, dus ik vind het wel bijzonder, ja. Je mag het eigenlijk niet vragen, maar hoe oud ben je precies? 46,5. Hoe blijf jij zo fit? Hoe ik zo fit ben, ja, hoe moet ik zeggen, ligt een beetje aan de genen. Veel sporten, ik drink niet, rook niet. Ik denk de combinatie van dat het is, denk ik. En je blijft dus ook fysiek heel? Ja, dat is het belangrijkste. Maar ik moet wel toegeven dat ik de laatste jaren wel heel veel last heb van mijn knie. Dus dit was echt de laatste wedstrijd voor mij op het toernooi die ik gespeeld heb. Jij neemt afscheid van Oranje op dit WK? Ik neem afscheid op een WK van Oranje, ja. Hebben we al een paar keer eerder gehoord, toch? Of niet? Nee, maar nu is het echt over. Want gisteren bij die laatste wedstrijd ook, na de eerste periode, 3 minuten spelen, voelde ik het wel weer een beetje, die knie wel een beetje opspelen. Ja. Dus het is niet over. Ik kan blijven aanmodderen, maar nu is het tijd. We hebben nu al goede opvolger, dus het is tijd om te stoppen.